Nijmegen opent nieuwe noodopvanglocatie. OZB-belasting de komende jaren flink omhoog. En wat doen de waterschappen nou precies? De gemeente Nijmegen gaat een nieuwe noodopvanglocatie voor 1200 asielzoekers creëren op Sportpark Winkelsteeg. Op de nieuwe opvanglocatie komen 6 paviljoens met verwarmde slaapunits voor 160 personen. Daarnaast komen er 50 woonunits voor 4 of 6 personen, waarin vooral ouderen en kinderen zullen verblijven. Crisisnoodopvangcentra gaan open en dicht. Dat is een landelijk probleem en gemeenten moeten direct klaarstaan. Het is alsof we de brandjes moeten blussen. Hoe kijkt u hier tegenaan? Ja, we zien de wereld al heel lang in brand staan, zeg maar even. En op een gegeven moment komt er dan een vraag ook weer naar Nijmegen toe. En dan denk ik, ja, dan moet je dat doen. Want anders slapen mensen op het gras in Ter Apel. En nu kunnen we wel paviljoens bieden waar mensen onderdak hebben. Maar ik vind het natuurlijk vreselijk dat het nodig is. En dat mensen op de vlucht zijn. En dat we opnieuw op zo'n manier mensen op moeten vangen. Nijmegen is een open stad. We liggen midden in Europa, midden in de wereld. En we hebben ervaringen mee dat mensen ook als vluchteling naar onze stad komen. We kunnen heel erg goed een opvang opzetten. En niet te vergeten, er zijn heel veel mensen in Nijmegen zelf die graag willen meehelpen door een taalles te geven. Of door iemand te begeleiden of iemand met Nijmegen kennis te laten maken. En vanuit dat vertrouwen kun je wel verder gaan. En kunnen we ook denk ik uitleggen aan Nijmegenaren van hey, dit gaat hier niet om woningen waar uw zoon of dochter had kunnen wonen. We zetten een aantal paviljoens op voormalige voetbalvelden, tijdelijk. En tegelijkertijd blijven we natuurlijk hard werken om voor ieder ander in de stad die woning zoekt te vinden. En dat gaat gelijk op. En ik ben daar eigenlijk wel trots op dat we ons niet afsluiten voor het een en ook niet het andere uitsluiten. Er komen ook gezinnen, waarschijnlijk ook kinderen. Hoe gaan zij opgevangen worden als het gaat om onderwijs? Er is een spoedwet in de maak, hebben wij gehoord. Maar wij hebben als harde voorwaarden gesteld. Wij kunnen niet het onderwijs geven waar onze Nederlandse kinderen nu gebruik van maken, omdat we domweg de accommodaties niet hebben, maar vooral ook de leerkrachten niet hebben. Dus wij hebben gezegd, we kunnen een educatief programma bieden. Onderwijs door misschien gepensioneerde leerkrachten, minder uur, mindere kwaliteit mogelijk of minder hoog opgeleide mensen of gekwalificeerde mensen. Aangevuld met cultuur, met sport, met dagbesteding. En zo gaan we het doen. En anders kunnen we geen onderwijs bieden. En ik vind het zonde als kinderen zitten te wachten dat tot hun leven zeg maar voorbij glijdt. 6 maanden is daarvoor te lang. Dit is de noodoplossing. De duurzame oplossing is het beste en daar blijven we ook naar kijken. Ja, de locatie opent naar verwachting medio april en zal open blijven tot 1 november. En dan aanstaande woensdag kunnen we naar de stembussen voor de Provinciale Staten. Maar dit is niet het enige waar we voor stemmen. Op diezelfde dag zijn namelijk ook de waterschapverkiezingen. Wat houdt dat nou in en waar stemmen we op? Nou, we mogen dus stemmen op de waterschapsverkiezingen. En dan kun je dus kiezen ja, hoe en op welke manier je het bestuur van het waterschap ingericht wil hebben. En dat kan dus eigenlijk kan je dus kiezen op verschillende partijen. Een waterschap zorgt dus zeg maar voor veilige dijken, voor schoon water. Die zuiveren dus ook ons rioolwater en zorgt voor voldoende water in de sloten. En dat is eigenlijk het werk wat het waterschap doet. En hoe en op welke manier en wat voor keuzes je daarin maakt, daarvoor heb je een bestuur. En op dat bestuur daar kun je op 15 maart op kiezen. Het is duidelijk waar we op stemmen, op het bestuur. Maar wat is de taak van het bestuur? Nou, eigenlijk kijk, iedereen is natuurlijk voor een veilige dijk. Daar hoeven we niet zo heel veel discussie over te voeren. Maar wat kun je nou eigenlijk allemaal doen op die dijk? Hè? Die dijk die moet veilig zijn. Maar is er bijvoorbeeld ook meer plek voor recreatie? Of wil je eigenlijk gewoon dat die dijk vooral doet wat die moet doen, namelijk water tegenhouden? Maar je kunt ook bedenken van ja, wil ik bijvoorbeeld, het gaat over schoon water. We willen graag schoon water hebben. Maar wat is schoon genoeg? Dus dan kun je kijken van nou, vind ik het water voldoende schoon genoeg? Wil ik het nog schoner hebben of is het schoon genoeg? Nou, daarop kun je stemmen. Maar zo makkelijk is dat nou ook weer niet. Nou, ik zal je als voorbeeld geven om het een beetje ingewikkeld te maken. Het water wat hier instroomt, ja, daar hebben we natuurlijk sowieso niet zo heel gek veel invloed op. De rivier, maar de rivier dat is voor Rijkswaterstaat. Maar we staan hier nu hier aan de kade, dat is weer een beetje gemeente. Maar als we op de dijk zouden staan, dan gaat het waterschap over. Voor de mensen die er toch iets meer over willen weten, is er vanavond een livestream van de Lux om 8 uur. Deze is gratis te volgen en gaat dieper in op de waterschappen. Zo meteen in het RA7 Regio Nieuws. Een massagepraktijk speciaal voor baby's. In Wijchen is er sinds kort eentje geopend. Zo meteen zie je er meer over.
De inwoners van de regio Nijmegen moeten de komende jaren waarschijnlijk rekening houden met een veel hogere OZB-belasting dan ze de afgelopen jaren gewend waren. De onroerend zaakbelasting, de OZB, is bij de meeste gemeenten namelijk nauw verbonden met de hoogte van de inflatie. Ook de gemeente Nijmegen koppelt de stijging van de OZB aan de inflatiecijfers en laat weten dat in de toekomst eveneens te zullen doen. Komend schooljaar opent er een nieuwe basisschool in Wijchen. De naam van de basisschool wordt de Bonte Boomhut en is een samenwerkingsverband tussen de kinderopvang De Eerste Stap en samenwerkingsstichting Kans en Kleur. Het is een basisschool met een vernieuwd concept. Het is een leer- en een ontwikkelcentrum, ook wel een LOC genoemd. De Bonte Boomhut zal zich gaan vestigen in een bijgebouw van kindercentrum Westwijzer aan de Blauwe Hof. En zal hier tot 2028 blijven en daarna zal de Bonte Boomhut verhuizen richting de nieuwbouwwijk De Groene Geest. Deze wijk zal aankomende jaren aangelegd worden in Wijchen. Ja, niet alleen het eten van mensen wordt steeds duurder, ook dierenvoeding stijgt in prijs. In wijkcentrum De Brak in Lindholt is donderdag dan ook een dierenvoedselbank geopend. Dit werd gedaan door de wethouder van Dierenwelzijn en door de directrice van de Dierenvoedselbank. Dierenwelzijn is vaak een ondergesneeuwd iets. En we weten allemaal hoe belangrijk dieren zijn voor mensen. Hè. Tegenwoordig ook in het geval van eenzaamheid en zo allemaal. Dus wij vinden ook dat iedereen gewoon gebruik moet kunnen maken, hè, van een huisdier. We gaan hem nu openen en ik ben jou zeer dankbaar voor alles wat je doet. Sowieso voor de mensen, maar vooral ook voor de dieren. Dank je wel. Hiermee is de dierenvoedselbank nu officieel geopend. Wat vonden de twee van de opening? Ja, het is natuurlijk mooi om als wethouder hier beide te mogen zijn. Heel veel enthousiaste mensen en doet de wethouder altijd goed. Super. Echt super. Dus ik heb het er nooit meegemaakt met de wethouder, maar ik vond het echt heel super. De voedselbank kennen de meeste mensen natuurlijk wel, maar een dierenvoedselbank, dat is voor de meeste mensen nieuw. Wat houdt een dierenvoedselbank nou eigenlijk in? De dierenvoedselbank houdt eigenlijk in, is voor de mensen die op de armoedegrens leven. Dus dan praten we over dat ze bij de voedselbank lopen, onder bewind staan. En dan komen ze hier in aanmerking. Ja, een heel goed initiatief natuurlijk. Het is misschien wel jammer dat het nodig is, maar deze mensen zijn zo bevlogen. Sinds 2017 zijn ze er al mee bezig. Zelfs vanuit de kofferbak op de markt hebben ze voeding staan uit te delen voor de dieren. En deze mensen doen het met hart en ziel. De locatie voor de dierenvoedselbank is wijkcentrum De Brak. Hoe is de dierenvoedselbank hier terechtgekomen? Het is ons aangeboden. We zijn weer eens gaan kijken. En de eerste reactie had ik iets van, het is heel erg klein. Maar aan de andere kant had ik zoiets van, nou ja, beter dan buiten staan. Als we nu hebben kunnen onderbrengen in een wijkcentrum, ja, dat is gewoon helemaal goed voor die mensen en voor de mensen die hier komen. Een vast punt, dus helemaal super. Ja, en dan in Wijchen is sinds kort een praktijk geopend voor babymassages. Onderzoeksbureau TNO gaat in samenwerking met Radboud UMC en jeugdgezondheidszorginstellingen onderzoeken wat de effecten zijn van deze massages voor de allerjongsten. De massages kunnen een interventie zijn voor kwetsbare gezinnen. Ik ga vandaag de moeder Elke en baby Mees ontvangen. Zij krijgen vandaag de eerste cursus van mijn babymassagecursus die ik ga geven. En deze massage is goed voor de moeder- en windbinding. En zeker ook voor Mees, voor de emotionele en lichamelijke effecten. Hey, hallo. Hallo. Nou, fijn dat je lekker op tijd bent. Ja, goed zo. Nou, er wordt nu dus onderzoek gedaan naar babymassages bij kwetsbare gezinnen, omdat het goed effect lijkt te hebben op baby's, maar ook op ouders. Welke effecten vallen u op? Lichamelijke effecten zijn het ontwikkelen van de groei, de ontwikkeling sowieso in positieve bijdrage, het aanmaken van het gelukshormoon en daardoor minder stresshormoon, ontspanning van het lichaam. Daarbij is het natuurlijk helpend bij buikkrampjes, bij onrust, als baby's veel huilen, daarvoor kun je het inzetten. Emotionele is dan nog de band met de moeder en kind, het vertrouwen wat het kind krijgt in de moeder, maar ook in de wereld. En daarnaast krijgt het kind natuurlijk ook geborgenheid van de moeder of van degene die het uitvoert. Ja. Dat is goed voor de buik. Dit is mandarijn, dat is verzachtend, dat is meer voor het slapen. En dit is lavendel, dat is ook rustgevend. Ik wil deze, al die lavendel. Ja.
Zoiets? Ja, doe maar. En dan geef je lichte druk. Een beetje 5 seconden vasthouden. Doen we 3 keer. En dat is voor de baby fijn om te weten wat er aan de hand is. En dan ontspannen we weer terug. Dat doen we ook 3 keer. Dan gaan we naar de andere kant. Doorwrijven, door. Ja. De schouder vastpakken. Ik werk nu dus in het algemeen ziekenhuis waar de baby's ook met een sociale indicatie opgenomen worden. Die ouders hebben vaak een hele weg gehad, zitten met de handen in het haar, weten niet meer goed hoe ze het omgebogen krijgen. En daarvoor heb ik de cursus kunnen volgen, heb ik aangeboden gekregen van mijn werkgever. En tijdens de cursus had ik een stagebaby waar ik de greep natuurlijk op ging oefenen. En die stagebaby reageerde super goed op en die moeder vond het ook heel fijn. En dat was een beetje ook de trigger dat ik ging denken, oh ja, misschien is het wel ook leuk om daar een praktijk in te beginnen naast mijn werk in het ziekenhuis. Ik hoop dat je het leuk vond en dat de meester iets aan heeft. Ja, dat denk ik wel. Hij ziet er ontspannen uit. Ja. Ik krijg echt energie ervan als ik zie dat ouders weer zelfredzaam zijn. En daarbij heb ik gemerkt, dan is het zo fijn dat als jouw kind heel onrustig is, dat je de ouders meeneemt in een babymassage. Ik doe het dus ook wel eens als de kinderen opgenomen liggen in het ziekenhuis. Dat die ouders dan toch tools hebben om te proberen om de kind uit die onrust te krijgen. Ja, dan het weer na een vrij natte dag met vooral regen en hier en daar ook nog wat sneeuwvlokjes. Ja, het zal vanavond en vannacht ook nog nat blijven. Ook morgen verandert er niet veel. De vrijdag zal grijs verlopen en regelmatig hebben we te maken met regen. Het wordt erbij een graad of 7. De zaterdag dan belooft weer een prima tussendag te worden met veel zon en slechts een kleine kans op een bui. Zondag is het slechte weer dan weer volop terug met veel regen. De temperatuur gaat wel een stukje omhoog naar zo'n 9 graden. In de nieuwe week komen we zelfs in de dubbele cijfers terecht. Ja, en dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl en alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Vanavond om 19:30 is er live op RN7 het Gelders lijsttrekkersdebat te zien in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Dit mag je dus niet missen. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan!